Carmelo Nidou, ja, tweemaal verlies, eenmaal winst. Lig je daar wakker van? Ja, tuurlijk. Je wilt liever winnen, hè, natuurlijk. Maar als je ziet, ook de eerste wedstrijd tegen Lier, ik denk dat we daar 30 minuten op één goal spelen. We gaan heel hoog spelen, we domineren. Allee, we zijn eigenlijk baas. We krijgen 2 10-meters tegen en dan een doelpunt in de stilstaande fase. Maar voor de rest hebben we niks weggegeven. Maar ja, natuurlijk, om te winnen moet je scoren. Dus dat was de verdienste van Lier op dat moment, dat ze gewoon die wedstrijd wonnen. En wij spelen deze wedstrijd heel hoog, 30 minuten hoog. Dan tegen Juping spelen we ook, WSV spelen we ook 30 minuten hoog. En weet je, dan hebben we tegen Antwerpen gekozen om echt lager te gaan spelen. Omdat wij vonden dat we dat conditioneel dat het te veel wordt. We hebben een paar belangrijke wedstrijden in de vooruitzicht. Dat wil zeggen, nu tegen de Benenbeker, tegen Marlijnen. We hebben gekwetst ook 2. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Dan hebben we nog alle gooik in de Supercup die we moeten bekampen. En dat zijn toch allemaal dingen waar we het heel goed willen doen. En vandaar is dat een lichte teleurstelling. Ik had er iets meer van verwacht. Maar het is niet geworden. En goed, we zien wel. Soms is een wedstrijd, gelijk nu tegen Antwerpen ook, die hebben dan heel veel jeugdig geweld. Soms zijn die gevaarlijker te bekampen dan vaste waardes. Omdat die dan heel speels en heel frivol zijn en technisch heel onderlegd zijn. Terwijl die andere jongens misschien vanuit een zaalvoetbalsituatie spelen. En daar valt soms beter op te verdedigen als je mentaliteit hebt. Maar voor de rest, ja, is het een leuke toernooi. Alleen, ja, als je Lier zijnde bijvoorbeeld wil doorgroeien, dit is een toernooi die al leuker wordt dan de vorige jaren. Ja, dan moet je ook niet vergeten dat je die alle mensen moet je thuis laten. Ik bedoel, die scheidsrechters, die hebben niks meer verloren. Dat is een niveau waar je aan de bak moet. Het kan niet zijn dat wij de eerste helft, ja, bijna de hele wedstrijd op één helft spelen en dat we 7 fouten tegen hebben en geen ene mee. Ja, dat is misschien nu in de voorbereiding niet zo'n ramp. Maar voor sommigen is dat wel een beetje frustrerend. Dat is jammer, want de toernooi is goed georganiseerd. Leuke ploegen. Moet ook scheidsrechter zijn die op dit moment de kwaliteit hebben om in eerste nationaal te fluiten. Ik wil die mensen geen niks verwijten, want ja, die mensen doen hun best. Maar als alles de entourage goed is, dat is goed georganiseerd, dan vind ik ook wel dat de scheidsrechter van een degelijk niveau moet zijn. Dat was vandaag niet. Tot slot, sta je waar je op dit moment wilde staan met Gielke Hasselt? Tot voor deze toernooi wel. Nu heb ik zoiets van, ja, godverdomme, het had misschien wel leuker kunnen zijn. Maar nogmaals, ook tegen Antwerpen hier, we krijgen de eerste open kans voor een lege goal. Als dat 1-0 voor ons wordt, dan eindigen de wedstrijd niet op 3-0. Het hangt van tijd thuis. Vorig jaar hebben we de toernooi gewonnen met knooppunt. En dat was ook met geluk, want het had ook anders kunnen zijn. We hadden die ook kunnen verliezen. We hadden die ook niet kunnen winnen door momenten dat bijvoorbeeld toen Eindhoven zou scoren. Die scoorde niet en wij scoren daarna wel. Maar voor de rest is het toernooi gelopen die gelopen is. Lier is verdiende winnaar, voor alle duidelijkheid. Antwerpen heeft zich met al die gekwetsten goed geprofileerd. En wij hebben gezien dat wij nog veel werk hebben. En dat gaan we meenemen naar de volgende dagen. Maar ik moet wel zeggen dat ik super tevreden ben van mijn groep. En ja, we gaan zien. We gaan werken. We gaan ons best doen om te proberen zo goed mogelijk te doen dit jaar. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat we het ook... Dat het goed komt. Het komt allemaal goed. Ik ga niet zeggen dat we kampioen spelen, maar we gaan wel iedereen de vuur in de schenen leggen. En als we dat kunnen doen, dan kun je goed kampioen worden.